De twee stukken die we hier hebben liggen, zijn twee stukken van een oude houten waterleiding. Die werden aan elkaar verbonden, konisch, en die werden eerst ontwikkeld met vlas en hennep en schapenvet. En dan werden die in elkaar gemonteerd om een waterdichte verbinding te hebben. Een andere methode die men ook tegenkwam in Europa, is dat er een metalen bus geslagen werd tussen de twee stukken hout.